Vroeger was hij altijd heel dagen van huis voor school natuurlijk. En nu is hij voor andere dingen wel onderweg. Ja. Maar hij komt altijd iedere avond nog thuis. In deze aflevering van Met de Muziek Mee, Bert is al lang met pensioen, maar weet van geen ophouden. We gaan ons maar even aanmelden. Dames en heren, ik wilde graag beginnen. En moet er weer flink worden gerepeteerd. Ja, dat is nog niet wat er zijn moet natuurlijk. Ja, vorig nou maar, ja. Het is weer tijd voor extra repetities. De maandagavond is de vaste avond van het orkest. Maar daar blijft het niet bij. Belangrijk onderdeel zijn de groepsrepetities per sectie. Waar nodig is Floris beschikbaar. Eerst moeten de noten zitten voordat je muziek kunt maken. En, dus nu is het de kwestie van de noten en dan straks de muziek eruit krijgen. Ik vind het ook wel een kick als ik denk van, hey, je kan het gewoon opeens, hè? Dus lastige maten en als je dat steeds opnieuw doet, want het is ook een bepaald geheugen, motorisch, en dat je de tonen in je gehoor krijgt. En op een gegeven moment, dan speel je een stuk, je ziet eigenlijk niet meer wat er staat, maar het zit er gewoon in. En wat wij met zo'n groepsrepetitie proberen, dan hebben we natuurlijk gewoon even tijd om precies naar deze partijen te kijken en allerlei kleinigheden even verder uit te werken, zeg maar. Hè? Als je nou zegt, we gaan dat allemaal op de repetitie doen en we moeten dat voor al die groepen doen waar iedereen bij zit, die duurt daar te lang. Zeg maar. Laten we dan even met gedeelten van de groep of met hele groepen apart bij elkaar komen. Dan kunnen we even de details van wat er in die partijen staat proberen fijn te slijpen. 2, 3 en... Even oppakken op 2,91, ja. Want daar kwam ik niet goed uit met de tellen. Die 64, dus doen we die wel of niet? Niet. Oké. Wat mij opvalt, dat we met de dynamiek toch nog verrot weinig doen, want we beginnen ook eigenlijk veel te hard naar mijn smaak. Het heeft altijd nut om dat zo te doen. Gewoon omdat je onderling, je hoort wat, je merkt hoe dingen gaan. Dus het heeft altijd zin om dat om zo te oefenen. Ja, dat is toch beter. Maar ondanks alle repetities is er geen ontkomen aan. Ook thuis moet worden geoefend. Dit vergt voor mij toch behoorlijk wat. Ik ben niet zo'n handige muzikant en ik word ook al een dag ouder. En dan denk ik, joh, moeilijke passages, die moeten anderen maar spelen. Hè? En ik vereenvoudig hier ook, waar ik hier al die 16e heb staan, daar speel ik, laat ik steeds eentje weg en dan speel ik 8's. Hè? Dus niet van ta 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 dan ta 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 dan speel ik dan. Hè? Ik laat er overal één weg. Dat hoort toch geen mens. En ik heb ook uitgezocht van, als je in loondienst bent, in hoeverre ben je dan ook in staat om mantelzorg te leveren. Bert Versteeg is leraar Duits geweest. Nu hij met pensioen is, heeft hij het drukker dan ooit. Als oudere adviseur zet hij zich in voor de belangen van de senioren in het dorp. Denk aan zorgverzekering, denk aan de wet maatschappelijke ondersteuning natuurlijk, hulp bij huishouden. Hoe is dat allemaal geregeld?
Hoe is het vervoer voor ouderen geregeld bijvoorbeeld? Nou, allemaal van dit soort dingen. Het lijkt een normale donderdag in februari. Maar niets is minder waar. De agenda van Bert zit bomvol. We gaan naar Jan Sternburg. Dat is een man van in de 80. Is nogal wat hulpbehoevend. We moeten voor hem het zittend ziekenvervoer gaan regelen. Alle paparazzen eromheen. Dat kan hij zelf niet regelen. Dus daar zijn de oudere adviseurs dan weer voor. Hè. Zo, het is hier beter dan buiten. Printer mee, laptop mee en Bert is er klaar voor. Jan Sternburg moet regelmatig naar het ziekenhuis, maar kan zelf niet meer rijden. Goed, Jan. De eerste vraag is het de eerste aanvraag of een vervolgaanvraag? We hebben te maken met een vervolgaanvraag. Vervolgaanvraag, ja. Dus daar gaan we eerst invullen. Nou, telefoon werkt, dat doen we niet meer aan. Nee. Dat is niet van toepassing. Ja, op het Zwitser ziekenhuis. Dat oude woord is het verstaan goed blijft. Ja. Toch is dat formulier toch weer anders, Jan, dan de vorige keer. Ja, die ambtenaren moeten zich ook ook in stand houden natuurlijk. Ja. Hè. De heer Sternburg is dermate visueel gehandicapt dat hij niet zelfstandig kan reizen. En derhalve bij iedere rit een begeleider nodig heeft. Want die begeleider is natuurlijk wel van belang. Ja, precies. Ik wil dan 86 jaar gaan worden dadelijk. Dus dan heb je al geen computer meer. Want wat moet je met zo'n apparaat als je alleen zit? Dus dan is het eigenlijk zo'n man onmisbaar in een dorp. En belastingformulieren invullen. En dan... Ja, dan zeggen ze wel, dan moet je maar naar de buren gaan, hè, of vrienden. Of dat. Maar dat doe je niet zo makkelijk met die papieren. Hè, want een ander heeft op slot niks te maken met je gegevens. Hoe druk de dag ook is, tussen de middag is er altijd een moment van rust. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Amen. Eet smakelijk. We hebben weer een ander brood. Ja, ik zie het, ja. Ze hadden weer geen meer granenbrood, dat was er weer op. Ja. Dus ik heb weer een ander soort gepakt. Dat proberen we altijd een beetje op de vaste tijden aan te houden. En om 6 uur warm eten ook wel altijd. Ja. Ja. Vroeger was je altijd heel dagen van huis voor school natuurlijk. En nu is hij voor andere dingen wel onderweg. Ja. Maar hij komt altijd iedere avond nog thuis. Dat is ook belangrijk. Ja. In de middag wordt Bert op het gemeentehuis verwacht voor een vergadering van de Oudere Adviesraad. Goed. We gaan ons maar even aanmelden. Ik zit daar van 2005 af. Ben ik daarin bezig. En ik moet zeggen dat het nuttig werk is, want je probeert toch wel hier en daar een bepaalde richting aan te geven. En daar wordt ook wel naar geluisterd. Onze adviezen zijn niet zomaar, er wordt van tevoren terdeeg over nagedacht. Je behartigt de belangen van de ouderen. Dames en heren, ik wilde graag beginnen. Het is 5 over en we moesten om 2 uur beginnen. Dus ik ben al 5 minuten over tijd, anders krijg ik ruzie met sommigen, denk ik. Mijn vrouw zegt wel eens, nou, je bent de school uit, maar je draait zeker zoveel uren dan toen je op school zat. En het is ook veel natuurlijk. Hè? Ik denk dat we dit wel nauwlettend moeten volgen. Daarom, ja. En dat we ook vanuit de seniorenraad daar moeten proberen een voet tussen de deur te krijgen. Ja. Het is een heel breed terrein, maar een interessant terrein. Ik vind het zelf ook leuk om te doen, hoor. Want dat is de andere kant. Ja. Ik zou ook niet achter de geraniums willen gaan zitten, want zo'n mens ben ik ook niet. Het is hartje winter in Andel, toch wordt er al volop gesproken over Pinksteren. Iedere maand komen 5 AFC'ers bij elkaar om de Else Dag voor te bereiden. Else Dag is eigenlijk een activiteit met Pinksteren, activiteit van Anders van Varenkorps, dan we een jaarmarkt hebben. Jaarmarkt met muziek daarbij.
met andere attracties erbij. Kortom, een hele dag van 10:00 tot 12:00 vermaken eigenlijk in Almol. En daar moet nog veel voor geregeld worden. Nou, oké. Okay. Dan de roofvogels. Ja, €150 vogels voor een dag. Ja, ik vind het op zich wel leuk natuurlijk. Ik vind het niet zo spectaculair. Nou ja, ik heb op de Giesmet, was best druk erbij hoor. Ja, daarom. Moet ik dit vastleggen of niet? Die man van die uil of niet? Ja? Oké. Maar we beginnen altijd na de zomervakantie beginnen weer te denken. En dan hebben we gewoon één keer in de maand hebben een uurtje vergadering. De mannen houden zich daar strikt aan. Want afspraak is afspraak in Andel. Is goed. Doen we zo. Punt. Maar ik vind het vooral belangrijk dat jullie, dus dat het strak is in de maat en dat we in die vierde maat zacht zijn. Dat heel graag. Probeer eens. 3, 4 en tjang, tjang, tjang. Anders van Varenkorps werkt aan de Armeense Rhapsody. Een moeilijk stuk wat veel repetitietijd vergt. Kijk, dankjewel. En nou hoor ik de eerste tel van de vijfde maat hoor ik wel sterk. Maar het laatste piepstukje van die vierde maat, dat crescendo, daar komt dan bijna niks, hè? Dan ga je eerst eens een keer dat stuk lompweg van voor naar achter door harken. Echt letterlijk harken. Je stopt om de havenklap. Dus even gewoon, wat is het stuk? Er zitten technisch gewoon dingen in die net binnen of net buiten het bereik liggen van wat men dan kan. Dus het valt niet mee om dat op een gegeven moment echt op het niveau te krijgen wat eigenlijk vereist is. Nou ja, dat gaat dan op een gegeven moment, ga je daar veel verder op in. Je gaat fragmenten pakken, je gaat een maat pakken. En de muziek is muzikaal, dus het heeft bogen. Maar het zijn ook noten die recht onder elkaar staan in een partituur. En daar gaat het soms om. Het stuk wordt ingestudeerd voor het ONFK in Drachten. Drachten is een wedstrijd, hè, waar dus de fanfares naartoe gaan om dus te strijden voor de hoogste eer. En als je dan de meeste punten hebt, dan ben je kampioen van Nederland. We gaan wel als kan voor de eerste prijs, uiteraard. In Andel luisteren toch goed naar elkaar. Die zijn door de jaren heen gewend geraakt om op een milde manier klank te vormen. Die ook toch transparant is doordat mensen ja, toch op een luisterende manier met elkaar klank vormgeven, zeg maar. 3, 4 en... Waar je natuurlijk op veel andere plekken ziet dat mensen gewoon rechter in hun toeten blazen. Gewoon voor zich uitspelen, zullen we zeggen. In Andel is er meer bewustzijn in de groep, waardoor mensen minder individueel zozeer hoorbaar zijn, maar meer met elkaar een klank produceren. 3, 4 en... Wat mij opvalt bij Floris, dat hij er heel systematisch aan werkt. En we krijgen dan ook aan het eind van de repetitie huiswerk mee. In de vorm van vrienden, luister, de volgende repetitie ga ik daar beginnen. En tot zover dien je het dan wel goed bekeken te hebben. Iedereen die dat heeft? 2, 3, 4, 5, 1. Hartelijk welkom in de bus. Ik ben Peter, jullie chauffeur. Is het te warm? Is het te koud in de bus? Kom het even melden, dan kan ik hier eenvoudig bij regelen. Wordt AFC Nederlands kampioen in Drachten? We zien het volgende week in Met de Muziek mee.